In dit Utrechtse café kwam Bjorn Nijenhuis zo'n 5 jaar geleden op het idee om onderzoek te gaan doen naar de zwabbervoet. Ik was bezig met een andere researchproject en dat ging over muzici, want die krijgen ook een vorm van zwabbervoet, maar dan zwabberhand eigenlijk. En ineens dacht ik aan Gerard Kempkers. En toen als een soort bliksemschoot dacht ik van, holy shit, is dit hetzelfde probleem als bij muzici? En er was één iemand die al deze ideeën heeft gehad. En dat was Marina Koning Thijssen. Zij is neuroloog en professor bij de UMCG in Groningen. En zij is mijn promotor geworden. Dus ik heb haar opgebeld en gezegd, volgens mij klopt dit. En we hebben georganiseerd dat ik funding kreeg. En de laatste 4 jaar ben ik bezig om te kijken of ik bewijs kan vinden voor het idee dat zwabbervoet een neurologisch probleem is. Hoeveel sporters heb jij gemeten? 15 schaatsers met zwabbervoet en 15 schaatsers zonder zwabbervoet om daar vergelijking mee te maken. Hoe hebben jullie die 30 sporters gemeten? Veel uren in Tiel. Vooral door Bjorn. Door de schaatsers naar de ijsbaan te nemen. Vol te plakken met EMG-sensoren op hun benen. Met de sensoren om de techniek te meten. Videocamera erachter. Je kijkt nu naar duizenden schaatspassen eigenlijk. En we hebben het zo georganiseerd dat het punt in het midden hier, op 50, dat is juist het punt waar het schaats uiteindelijk het ijs raakt. Maar dat is ook grappig genoeg, fascinerend genoeg, ook het moment dat iedereen last krijgt van zwabbervoet. Dus wat we eigenlijk wilden gaan zien was, als je kijkt naar een gemiddelde normale schaatser, reageren hun spieren hetzelfde gedurende de rechterstuk in de linkerbeen, zowel de rechterbeen. En wat wij zien, duidelijk hetzelfde, symmetrisch in andere woorden. Nou, als je kijkt naar een schaatser met een probleem met zwabbervoet, zie je dat dat dus niet het geval is. De gemiddelde activiteit in hun aangedane been is heel anders, precies op het moment dat hun ijzer het ijs raakt. Wat kunnen we met deze uitkomsten in dit onderzoek? Kunnen we hier sporters mee helpen? Dat weten we nog niet zeker. Dat hopen we natuurlijk. Dat zou het mooiste zijn als we dat kunnen doen. Maar we krijgen in ieder geval een beter begrip wat zwabbervoet nou eigenlijk is. Zwabbervoet is natuurlijk een hele slechte naam hiervoor. Want dat geeft aan dat het een soort verzwakking is van hun enkel. Het zwabbert als het ware. Ja. Een verlies van controle. Maar wat we hier heel duidelijk kunnen laten zien, is dat is geen verlies van controle, maar dat is een overactivatie van die spieren. Precies op het moment dat ze eigenlijk rustig moeten zijn. Of in ieder geval dat ze rustiger moeten zijn. En dat is heel duidelijk te zien bij de gezonde been van deze schaatsers. Ja, Want een spier doet eigenlijk te veel werk in plaats van te weinig. Precies. En de volgende stap is inderdaad, en daar is Björn nu al voorzichtig mee begonnen, kijken of we manieren kunnen verzinnen om het te verhelpen. Een van die manieren is het inspuiten van botulinetoxine. Door botulinetoxine te injecteren krijg je dus een nieuwe conversatie tussen de spieren en de hersenen. En dan luisteren de hersenen naar die nieuwe conversatie van de spieren. En dat zorgt ervoor dat je verandering krijgt in je hersenen. Dus het is heel complex, maar uiteindelijk is het redelijk simpel. Je injecteert iets in je spieren en er verandert iets in je hersenen. Het is een probleem waar merken we nu best wel veel schaatsers in meer of mindere mate last van hebben. Er worden carrières mee gestopt, hebben we al in het verleden al meerdere malen gezien. Schaatscarrières. Dus als we daar wat aan kunnen gaan doen, als we die kunnen helpen, dan wel om het vroegtijdig te diagnosticeren. Dan wel om echt een therapie te kunnen gaan verzinnen in de toekomst. Ja, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn.